Voorzitter, excellentie, collega-senatoren, zeer gewaardeerde leden van de Griffie en overige medewerkers van de Eerste Kamer, dames en heren op de publieke tribune. Allereerst wil ik de heer Panman en de dames Visser, Haanmakers, Aarts en Perrine Gobi, ik hoop dat ik het goed uitspreek, feliciteren met hun medespeech. Ik ben zeer vereerd om hier te staan vandaag. Ik hoop me thuis te voelen in dit huis. Ik hoop zinvol en doordacht te kunnen bijdragen aan het belangrijke werk dat hier wordt gedaan. Dat betekent voor mij onder andere denken aan volgende generaties en rekenschap geven aan vorige generaties. Laat ik beginnen met dat laatste. Het is bijzonder mezelf lid van de Eerste Kamer te mogen noemen. Het is slechts eigenlijk één generatie terug dat mijn grootouders en vader als stateloze burgers op de vlucht voor vervolging in Nederland onderdak kregen om vervolgens na afloop van de Tweede Wereldoorlog bij wet in 1948 in deze Kamer hun naturalisatieverzoek gehonoreerd te krijgen. Toeval of niet, er is een wet van Naftoula Baumgarten, mijn grootvader uit 1948, genoemd naar de alfabetisch eerste van 20 gegadigden en hun gezinnen voor naturalisatie tot Nederlander, hetgeen toentertijd dus bij wet plaatsvond. De liefhebbers van parlementaire geschiedschrijving kunnen dit in de krochten van de Kamer vast opzoeken. Overigens was voor mijn grootouders bij aankomst in Nederland geen opvang of iets dergelijks beschikbaar. Men ging gewoon aan het werk, maakte snel de taal eigen en moest in het eigen onderhoud voorzien. Zo gek was dat eigenlijk niet, als we dat vergelijken met het huidige asielbeleid dat improductiviteit eerder stimuleert dan afremt. Enfin, we zijn hier vandaag bijeen om te debatteren over de doorvertaling en implicaties van de Europese Klimaatwet. Mijn insteek voor vandaag en mijn gehele zittingsperiode in deze Kamer is vooral niet te varen op niet onderbouwde projecties of aannames, maar om zoveel als mogelijk al hier het debat te voeren gebaseerd op feiten. Mijns inziens is daar de Eerste Kamer voor. Ik ben een exacte benadering van zaken ook verplicht aan mijn eigen achtergrond als beta en medicus. Volgens mij is er thans geen wetenschapper te vinden, los van een enkele complotdenker, die het fenomeen veranderend klimaat en global warming ter discussie stelt. En ook voor mij persoonlijk geldt dat ik mijn inmiddels 3 volwassen kinderen en hopelijk ook toekomstige kleinkinderen een leefbare wereld wil achterlaten. In Europees verband heeft men in aansluiting op het Klimaatakkoord van Parijs Europese wetgeving opgesteld die nu als nationale implementatiewetgeving bij ons voorligt. Laat ik beginnen met het geven van complimenten aan de minister. De vragen die mijn fractie heeft gesteld zijn voor een deel beantwoord. Het is evenwel niet zo dat alle vragen goed zijn beantwoord. Op het moment dat we in de ogen van velen aan de vooravond van de grootste en misschien wel meest beslissende transformatie in de geschiedenis van de mensheid staan, is het een goed idee om eens te vragen wat het daadwerkelijk veronderstelde effect van de maatregelen zal zijn. En dan lezen we, ik citeer: met het ingezette beleid zal Nederland mooier, schoner en welvarender worden. De huizen zullen comfortabeler en goed geïsoleerd zijn, zodat we minder geld kwijt zijn aan energie. We kunnen ontspannen in een groenere leefomgeving die natuur de ruimte geeft en verkoeling biedt tijdens hete zomers. En we verdienen ons geld in een economie die op duurzame activiteiten is gebaseerd, die minder afhankelijk is van een beperkt aantal fossiele energie exporterende landen en die zo de welvaart ook voor toekomstige generaties zeker stelt. In de transitie zijn de uitdagingen van vandaag de verdienkansen van morgen. Einde citaat. Ik ben onder de indruk van de ronkende teksten. Maar waar zijn de aannames daadwerkelijk op gebaseerd? Hoe realistisch zijn de doelen? En wat is de economische impact van voorgenomen keuzes? En kunnen we deze als maatschappij dragen zonder onszelf op achterstand te zetten, mondiaal en binnen de EU? Terug naar de Europese afspraken. In 2050 is Nederland onderdeel van een klimaatneutraal Europa. In 2030 willen we in Europees verband een reductie bewerkstelligen van 55% minder broeikasgassen ten opzichte van het eikjaar 1990.
In dat kader is het relevant om te melden dat we uitgaand van huidig beleid al afstevenen op een reductie van broeikasgassen tussen de 39 en 50 procent. Dat is bij een fors groeiende economie over de afgelopen decennia al een prestatie van formaat. In 40 jaar daalt de broeikasgasemissie dus al gemiddeld met 1 procentpunt per jaar. De delta, dat is een wiskundige term voor het verschil, in broeikasgassen waar we als land mee te dealen hebben tot aan 2030, bevindt zich, uitgaande van de eerder afgegeven bandbreedte 39 tot 50 procent, tot aan het doel van 55 procent, dus in de range van 5 tot 16 procent. In het meest optimistische scenario moeten we dus nog 5% extra reductie realiseren tot aan 2030. In het meest pessimistische scenario 16%. Tot grote schrik echter van menig burger en ondernemer doet de regering daar uit een soort onzekerheidsprincipe thans nog een schepje bovenop. In het regeerakkoord is een grens van 60% reductie in broeikasgassen in 2030 ten opzichte van 90 afgesproken. Dit terwijl de Europese Unie al zelf verklaart dat de Unie wereldwijd koploper is, met de eerder aangehaalde 55% dus, in de transitie naar klimaatneutraliteit. Onoverkomelijk dringt zich dan de ongemakkelijke vraag op waar deze extra ambitie, waarbij we dus koploper van de koploper zouden moeten worden, vandaan komt. En belangrijker nog, hoe haalbaar is het beoogde doel en wat is voor de samenleving op te brengen? De aanleiding voor de extra ambitie van de regering laat ze niet moeilijk raden. Net zoals in het onzalige stikstofdossier, waar wensdenken en fabels door elkaar heen gebruikt worden, is de ecolobby ook doorgedrongen tot de haarvezels van het kabinetsbeleid. Tot schrik van menig econoom is er een klimaatfonds aan 35 miljard opgericht om de beoogde ambitie te financieren. Wat is evenwel het geval? De daadwerkelijke onderverdeling en beoogde effecten van de miljardenpot zijn onnavolgbaar opgedeeld en aan het reguliere begrotings- en verantwoordingsproces onttrokken. Zo is voor de mobiliteitssector, die 20% van de beoogde reductie voor zijn rekening moet nemen, slechts 1,7% van het klimaatfonds beschikbaar. Belangrijker is vooral dat de effecten van de subsidies eerder op drijfstand en wensdenken zijn gebaseerd dan op goed onderbouwde onderzoeken en daarmee gegenereerde data. De regering rechtvaardigt de uitgaven van extra miljarden door voor te spiegelen dat er een additionele reductie in broeikasgasuitstoot komt van 22 megaton. De regering baseert zich hierbij op recente gegevens van een interdepartementaal beleidsonderzoek, afgekort IBO. De IBO-rapportage maakt zelf echter het volgende relevante voorbehoud. Ik citeer, de beleidsmatige lastenontwikkeling van burgers en bedrijven is nog niet in kaart gebracht. Ook ontbreekt een integrale kostendoorrekening. Einde citaat. Kortom, los van de vraag of de IBO-ramingen niet ook extern getoetst hadden moeten worden, zijn de effecten voor burger, ondernemer, bedrijfsleven en samenleving ongewis. Let wel, meneer de voorzitter, we vragen dus via deze implementatiewet en het klimaatfonds zo'n 2000 euro netto per Nederlander voor beleid met een onduidelijk resultaat, voor zover er al een resultaat is. Een nadelig materieel effect per Nederlander dat in de huidige tijd van oplopende inflatie mijns inziens hoogst onwenselijk is en de koopkracht verder uitholt. Immers, geld dat via belastingen wordt geïnd wordt onttrokken aan consumptie van gezinnen en investeringen voor het bedrijfsleven. We plaatsen onszelf hiermee mondiaal en ook binnen Europa in een nadelige economische positie. En het geld, meneer de voorzitter, moet wel verdiend kunnen worden voordat de overheid dit kan uitgeven. Hoewel het kabinet in de laatste memorie van antwoorden stellig opschrijft dat iedere procent reductie in emissie tussen de 590 en 720 miljoen euro kost, is er geen rekening gehouden in deze ramingen met de andere uitvoeringskosten voor de overheid. Laat staan dat de impact op onze economie en bruto binnenlands product in kaart zijn gebracht. Het is ronduit onthutsend om te lezen dat de regering stelt dat, ik citeer, de kosten van niets doen vele malen hoger zijn dan de kosten van het nemen van maatregelen. Einde citaat. En voorts, ik citeer, de economische gevolgen zullen afhangen van hoe de doelen met klimaatbeleid worden ingevuld. Einde citaat. In normaal Nederland stelt dus de regering dat over de economische impact van doorgeschoten klimaatbeleid onvoldoende kwantitatief is nagedacht.
Ik wil dan ook de regering vragen de structurele effecten van de klimaatwet op ons bruto binnenlands product inzichtelijk te maken en door te rekenen. Ten slotte nog het volgende. In het dagelijks leven stuur ik een diagnostische organisatie aan. En wijs een managementles die ik zelf heb geleerd en graag overbreng aan de regering. En de minister voor Klimaat en Energie in het bijzonder is om je niet te laten leiden door tomeloze en onhaalbare ambitie. Stel realistische en haalbare doelen. Het neerleggen van realistische en haalbare doelen geeft burgers vertrouwen in beleid. En daar ontbreekt het heden ten dagen volledig aan. Zonder paternalistisch of belerend te willen overkomen, zorgt het najagen van onrealistische doelen en ambitie voor het creëren van de eigen teleurstelling. En dat doet het vertrouwen in de politiek, waarbij we zonder de extra maatregelen in de implementatiewet klimaat al forse offers vragen van de burgers, bedrijven en ondernemers, geen goed. Ik voel mij in dit betoog gesteund door een citaat van het Planbureau voor de Leefomgeving. Dat stelt dat Nederland en de EU met de doelstellingen aan de ambitieuze zijde zitten van het reduceren van de mondiale broeikasgasuitstoot. Het PBL stelt bovendien dat de nationale emissiedoelstelling van 55% voor 2030 passend is voor temperatuurdoelstelling. Kortom, geachte voorzitter, een oproep van mij aan de regering en de minister voor Klimaat en Energie in het bijzonder om geen miljarden extra uit te geven voor het najagen van een utopie. De prijs voor wensdenken is voor mij en de fractie simpelweg te hoog. Aldus bezint eer ge begint. Ik heb gezegd. Ik dank u wel. Dank u wel, meneer Baumgarten. Mijn hartelijk geluk wensen met uw medespeech. Staat u mij toe iets van uw achtergrond te schetsen? U heeft geneeskunde gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, wat tussen ons een band schept. En u bent als medisch specialist gepromoveerd in de klinische chemie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. In het Atrium Medisch Centrum in Heerlen werkt u als specialist klinische chemie. En in het ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede was u hoofd van de afdeling klinische chemie. In die functie en daarop volgende functies volgde u aan de Universiteit van Tilburg, Stanford University Graduate School of Business en INSEAD, opleidingen tot management in de zorg. U werkte als directeur diagnostische diensten bij Sanquin Bloedvoorziening, was voorzitter van de raad van bestuur van de SHL-groep, directeur-bestuurder van de stichting Accessibility en CEO van Dynacords Group. Sinds 2017 bent u algemeen directeur van het Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum, dat landelijk opereert. Bovendien bent u actief als toezichthouder bij verschillende zorginstellingen en u bent ook lead assessor bij de Raad voor Accreditatie, die ervoor zorgt dat burgers kunnen vertrouwen op de kwaliteit en veiligheid van producten en diensten. Voor u lid werd van Ja 21 was u betrokken bij de VVD. Onder meer als lid van de Commissie Volksgezondheid van die partij. Omdat Ja 21 volgens u het juiste antwoord is op het huidige kabinetsbeleid, heeft u zich aangesloten bij die partij. In een filmpje waarin de nieuwe fractie zich voorstelt, zegt u: de Eerste Kamer bent ingegaan om wetten te toetsen op logica en toepasbaarheid om zo misstanden te voorkomen. Vandaag heeft u daarvoor de eerste stap gezet. Nogmaals van harte gefeliciteerd met uw medespeech.